Ja, we zijn in Slagharen en we hebben een huisje gehuurd voor het weekend. Ruim 3.500 euro. Er zit een pony bij. Ik moet zeggen dat dat me tegenvalt. De omgeving is mooi, maar we kunnen de hond niet uitlaten, want er zijn amper hondenuitlaatplaatsen. Die zijn ongeveer 4 meter bij 4 meter tussen een paar houten hekjes. En daar kun je dan je hond laten poepen of plassen. Maar ja, Ellen is natuurlijk gewend om normaal los te kunnen lopen, dus dat gaat niet zo goed. Buiten dat is het huisje niet echt prettig. Pony halen, dat was ook lastig. Je bent ongeveer 1,5 uur bezig, je moet er wel op tijd zijn. Vervolgens is het een drama om de pony te krijgen. Het personeel was niet heel aardig. We waren vrij kortaf, laat ik het zo zeggen. Je verwacht iets vriendelijker, zeker omdat het allemaal kinderen zijn. Nou ja, na 1,5 uur ben je dan terug bij het huisje met een pony. Nou ja, Tess vindt het wel heel erg leuk om met die pony bezig te zijn. Dus dat is zeker een voordeel. En ik moet zeggen, zo het tuintje zelf vind ik heel erg leuk. Ik zal zo even laten zien nog. En dan kan je wel aardig zitten. Alleen je hebt geen buitentafel. En je hebt ook geen prettige buitenstoelen. Er is geen wasrekje, zodat je even je handdoek uit kan hangen bijvoorbeeld. Of als je gezwommen hebt, even je bikini of zwembroek op kan hangen. Dus ik zou zeker, mocht je er toch voor kiezen hier ooit dit weekendje weg te gaan, even een waslijntje mee te nemen. Want bij het huisje zit het in ieder geval niet. Wat ik zeg, het valt het huisje heel erg tegen. Dat zal ik even laten zien. Ingang. Dan ziet het zo op het eerste gezicht er nog wel aardig uit. Hier heb je een rooster. Nou ja, goed, dat wordt zo om schoon te maken. Maar dit is natuurlijk ongelooflijk oud. Andere kant ook. Is dat niet echt schoon? Nee, je spullen kan je niet kwijt, want er zijn geen kasten. Als je binnenkomt, dan keuken. En dit is dan het bed voor de ouders. Dat is ook de bank. En het grote nadeel vind ik zelf. Dit is heel klein. Dit is de muur. Daar is een deur. In vergelijking ongelooflijk klein. En het is van plastic. Dus je ligt op plastic. Dus het ligt niet heel erg aangenaam. Dit is de buitenverlichting. En daar is de sticker. De buitenverlichting. Je moet dan hier. Dat naar boven. En dan heb je daar. Aansluiting voor de band. Dus dat is niet echt heel dunner inderdaad. Hier bij de gijzer. Als ik dichterbij doe, kan je het waarschijnlijk wel zien hoe smerig het is. Spinnenwebben, viezigheid. Nou ja, het vast van huis is ook met het jarniel. Dit is het vast van huis. Schraam. Op de bank staat een bord. Het bord is roze. Goed. Nou, dat is dan de deur naar de badkamer. Dan ga ik eerst mijn slippers aantrekken, want zo ga ik de badkamer dus niet. Nou, je hoort wel de ventilator. Dit is dus de badkamer. Ja, ik ga er niet douchen. Zo smerig is het. Het is heel erg dampig. Kijk maar wat een vieze zooi het is. Overal ook. Hier. Dit zit in je badkamer. Dan moet je dus douchen eigenlijk. Dus, ja, hier een vieze kleerzooi. Het is ook zo ongelooflijk stinkt het. Dus ik denk dat er wel schimmel is. Spiegel. En hier ongelooflijk uit allemaal. Oké, nou ja. Hier nog wat dichterbij. Want dat soort hoekjes. Te smerig voor worden dus. Het erge is ook nog dat je 3.500 euro hiervoor betaalt voor een weekendje. Krijg je de kamer van de kinderen. Dit is dus de rest van de bank. En dan heb je hier de kamer van de kinderen. Daar kan je 4 kinderen in kwijt. Nou ja, dat zou dan de hangkast moeten zijn. En daar heb je dan zo'n legkast. En dan heb je aan deze kant heb je stapelbed. En aan die kant heb je ook een stapelbed. Als je niet claustrofobisch bent, dan
kan hier wel slapen. Tessa vindt het niet erg. Rick ook niet, die kunnen wel aanslapen. Ook hier is alles gewoon viezig, oud. Het is gewoon allemaal niet meer van deze tijd. Dat soort hoekjes zijn het helemaal vol mee. Hier ook, die trekken we eraan. Dan moet je kleren dan ophangen. Nou, dan de keuken. Dan een stukje keuken eraan. Hier, hier dan de kast. En dan hebben we hier allemaal bekers. Even kijken hoor, dat kun je zien. En de ondergrond is zo misschien ook. Zoals je ziet, het is gewoon niet schoon. Thee-aanslag die zit erin. Ja, dat krijg je er alleen uit als je dat natuurlijk fatsoenlijk afwast. Koffiekopjes. Precies hetzelfde, het is gewoon oud. Dus. Wel schoner dan een theebeker. Ja, en alles is zo. Theepot. Dit staat dus in je kast. En dat is wat je krijgt. Nou, dan hebben we nog bestek. Dan gaan we dit doen. Hier heb je bestek. Maar ja, ik moet zeggen, dat viel me eigenlijk nog wel een soort mee hoor. Ik kon wel aardig mee snijden. En het was ook redelijk schoon. Dus gaat hem wel. En dan hebben we hier nog bijvoorbeeld koekenpan. Dit is je koekenpan. Allemaal ja, oud, schade. Niet dat je zegt van ik word er vrolijk van. Zo ziet het eruit. Vuilnisbak is kapot. En dan even in het keukenkastje. Zo zien dan de sluitingen eruit. Als je nog een stukje naar beneden gaat, hebben we hier dus de vloer. En dit is dus waar je in slaapt. Dit soort koren. Zo, want hier heb je dus aan deze kant de keuken. En dan draai je 180 graden. Dan heb je daar dus je bed. Nou, bij het bed ook. Het is gewoon allemaal vies en goor. Kijk, allemaal dit soort dingen. Ik wil niet weten hoe het hier stinkt, 's nachts. Als je de deuren dicht doet, dan ja, het is het heel dampig, vochtig. Ja, en het ruikt gewoon naar schimmel. Muf. Het gordijn mag dan dicht vanaf. Ja, zo ziet het er dan uit. Dat je zegt, netjes. Raam doen, moet je ook zien. Hier. Raam er dan uit. Ja, weet je. Maar als je betaalt hier 3.500 euro voor, voor 2 nachten. En dit is dus wat je krijgt. Je spullen kun je dus niet kwijt. Ja, we hadden wel wat op de plank kunnen zetten in de slaapkamer. Dat is wel zo. Dus ik kies er zelf voor om het daar niet meer te leggen. Dat het ongelooflijk goor vindt. Dan hebben we hier nog. Ja, een televisie. Uit het jaar nu op. Ontvangst is verder prima hoor. Tenminste voor wat we gezien hebben. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ik denk dat ik nog een keertje hier ga. Dat ik hier nog een keer een weekendje weg ga boeken. Want ik vind het niet dat je zegt fijn hier. Nou ja, ik zou niet gauw dit nog een keertje boeken. Voornamelijk omdat dus de kwaliteit van het huisje heel erg slecht is. Het pony zien te krijgen, dat is echt een regelrechte ramp. En hey! Het park zelf vind ik wel leuk, maar het is een enorme wespenplaag, dus je zit continu wespen weg te jagen. En, ja, dat is toch niet... en voor de hond is het ook niet prettig, want je kan hier met Alice eigenlijk niet gewoon wandelen. Daar is geen plek voor en ja, ze kan de behoefte ook slecht doen. We hebben wel zakjes, dus dan ruim je het wel weer op. Maar ja, als je dan een hond mee mag nemen, is het wel fijn als je hem ook ergens uit kan laten. Dus... voor dit geld zal ik niet gauw nog een keertje hier naar Ponypark Slagharen gaan. Het is de eerste keer dat ik echt niet meer ergens moet logeren. Dat is me volgens mij nog niet eerder voorgekomen. Maar nee, ik zal niet nog een weekendje Ponypark Slagharen kiezen. Er schijnt hier nog een ponypark te zijn, vlak in de buurt. Dat schijnt toch wel heel anders ingericht te zijn. Dus wellicht dat ik dat wel nog eens een keer zou doen.
Aan de andere kant hebben wij natuurlijk de karpenhoeven, dus ja, daar kun je veel prettiger ponies krijgen. En hebben ze een leuk ponykamp voor de kinderen van 7 jaar, dus heb je eigenlijk weinig wat beter is, denk ik, voor kinderen in ieder geval. Dus dit was Ponybark Schalen. Ja, mocht jij andere ervaringen hebben, laat het dan onder in de comments even achter. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En wie weet, tot de volgende keer. Doeg!